vathorst kruipt uit dal. En met je 3D-brilletje in de klas. Goedemiddag, u kijkt naar U Vandaag. Er zijn vorig jaar opnieuw meer woningen verkocht in de Amersfoortse nieuwbouwwijk Vathorst. En dat is goed nieuws voor de gemeente Amersfoort. De gemeente is voor 50% aandeelhouder van het ontwikkelingsbedrijf Vathorst. Daar komen de inkomsten van grondverkoop terecht. Tijdens de crisis waren er flinke verliezen voor het grondbedrijf en dus ook voor de gemeente. Maar nu er meer woningen verkocht worden, kan het verlies nog meevallen. Volgens lokale makelaars schieten nieuwbouwhuizen de laatste maanden uit de grond. Nou, wat we op dit moment zien, dat is wel heel erg leuk, dat ook de nieuwbouw, laat maar zeggen, weer enorm aan het ontwikkelen is. De projecten die ooit in de vrieskast zijn gezet, die worden er nu weer uitgehaald. En ja, die worden nu in een versneld tempo ook in de markt gebracht. En ze doen niet meer dat ze een heel groot project van 100 woningen in één keer doen, maar ze doen het dan in 3 of 4 stapjes. Ja, en dan zie je ook op die manier dat die projecten snel vollopen. In onze latere uitzending van U Vandaag hoort u meer over Vathorst. Melkveehouders zijn woest op de politiek. De Partij voor de Dieren heeft het voor elkaar dat een kamermeerderheid wil verbieden dat kalfjes worden gescheiden van de moederkoeien. Volgens de partij is het traumatisch als moederkoe en kalf na de geboorte vrijwel direct gescheiden worden. Volgens de boeren is dat geredeneerd vanuit de menselijke emotie en gaat dat in het dierenrijk juist helemaal niet op. Statenfractievoorzitter Hiltje Keller van de Partij voor de Dieren is er helder over. Kalfjes moeten niet na een paar dagen al weggehaald worden bij hun moeder. Wij denken dat het beter is voor het welzijn van de kalfjes en ook voor de koeien. Dat er minder ziektes zullen zijn, minder stress en dat de koeien en kalfjes hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het daarmee eens. Maar de melkveehouders zijn boos. Kalfjes in de stal tussen volwassen koeien zetten is vragen om problemen, zegt Frans ten Hartog. Kom maar. Hij adviseert melkveehouders hoe ze het best kunnen werken. Jagen ze hier in een stal een kalf, ja, dat is een risico. Dat is druk. Dat is vol. Dus ja, verdrukking en vertrapping. Volgens de Partij voor de Dieren is dat een drogreden. Grootschalige melkveebedrijven kunnen de stal best aanpassen zodat het veilig is voor kalfjes. Er speelt volgens Keller een heel ander belang. In dit geval hebben de boeren, degene die tegen onze motie zijn, die hebben het over melk. En wij hebben het over de dieren. Dat is het grote verschil. En wij vinden niet dat dieren, dat je die kan gebruiken als, dat zijn geen producten. Dieren zijn levende wezens en daar moet veel meer aan gedacht worden. Simon van de Vendel heeft in Driebergen een aparte stal voor zijn kalveren. De koeien worden vrij snel na de geboorte bij hun moeders weggehaald. En dat levert volgens hem nooit problemen op. Ik heb er 2 koeien bij, die weet ik al sowieso. Staat kalf af en lopen ze weg, die willen niks van de kalf weten. Want 1 is er heel snel weg, die kan je het kalf erbij leggen, die likt hem nog niet eens. Maar volgens Keller is tijdens werkbezoeken en uit onderzoek van wetenschappers een ander beeld ontstaan. Ook vragen vanuit consumenten waar zuivel precies vandaan komt, deed ogen openen. Dat agrariërs nu ineens stijgen, is volgens haar hun eigen schuld. Jammer is dat nu pas LTO en een aantal andere belangenorganisaties zelf een plan van aanpak gaan maken. En dat hadden ze al lang veel eerder kunnen doen. Je hadden helemaal niet hoeven te wachten op de Partij voor de Dieren. Ze hadden gewoon zelf een plan van aanpak kunnen maken. Maar ze hebben niet geluisterd naar die consumenten. En dat doet de Partij voor de Dieren wel. Dus vandaar die motie. Boer Simon is in ieder geval niet van plan zijn bedrijfsvoering helemaal om te gooien. Voor hem is het duidelijk. Dat het in de praktijk zoals ze nu willen niet haalbaar is. En dat je de kalveren daar geen plezier mee doet. De politiek beslist nog hoe lang de kalfjes wettelijk gezien bij mama koe in de stal moeten blijven staan. Daarover valt later een beslissing. Wethouder Houwing van Amersfoort heeft haar excuses aangeboden aan de gemeenteraad. Ze heeft de politiek verkeerd geïnformeerd rond de opvang van jonge vluchtelingen op Centrum Zon en Schild. Maar dat was niet de bedoeling, schrijft het college. Houwing sprak met een deskundige over de vluchtelingenopvang. En terwijl hij een negatief advies gaf, vertelde de wethouder de raadsleden het tegenovergestelde. Er is onderdacht gehandeld en dat betreuren wij ten zeerste, zegt het college. De gemeente blijft wel bij het besluit om de vluchtelingen op te vangen op de afgesproken locatie. Een enorme ravage gisteravond in Eemnes. Op de kruising van de Wakkere Dijk en de oprit van de A1 klapte een grote Porsche op een kleinere auto. De bijrijder van de kleine auto zat klem en werd bevrijd door de brandweer. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Vandaag is er in de Tweede Kamer een hoorzitting over de toekomst van Paleis Soestdijk.
De laatste kanshebbers presenteren hun ideeën voor de nieuwe bestemming van het paleis. Het gaat tussen een botanische tuin, een internationaal handelshuis, een koningsrijksmuseum en een tentoonstellingsruimte voor het bedrijfsleven. Wanneer het nieuwe paleis in functie is, is nog niet bekend. Voormalig prostituee Kaya gaat vandaag raadsleden een rondleiding geven door de Utrechtse Hardebollenstraat. Ze laat ook een aantal peeskamers zien. Ze wil dat de prostituees terugkeren in de straat en heeft daarom een nieuwe aanvraag gedaan voor raamprostitutie. In Utrecht start vandaag de jaarlijkse motorbeurs. In de jaarbeurs kunnen motorliefhebbers weer hun hart ophalen. Vorig jaar kwamen er bijna 100.000 mensen af op de beurs. En de organisatie verwacht ook dit jaar een grote mensenmassa. De motorbeurs duurt nog tot en met zondag. Als het aan de Amersfoortse uitgever Deviant ligt, is klassikaal Engelse woordjes stampen voor goed verleden tijd. Oh, wauw. Start die vanzelf. Ze ontwikkelde een 3D-lespakket waarmee je als leerling midden op straat in Londen waant. De taal leren gaat met 3D-brillen die normaal gesproken voor spelletjes worden gebruikt. Waar de rest van de wereld heel druk bezig is met moeilijke grote games, met films, richten wij ons op educatie en hebben wij een platform ontwikkeld waar je dus gebruik kan maken van dat soort films en van interactieve oefeningen. Maar we hebben het in het educatieve domein weergegeven. Ja. Vanmorgen was de eerste test op het ROC Midden-Nederland in Utrecht en de leerlingen waren heel enthousiast. Atlete Daphne Schippers heeft gisteravond gereageerd op de geruchten over haar vermeende relatie met de Veenendaalse top-DJ Nicky Romero. Zo schrijft de Utrechtse sprinter dat ze het heel leuk hebben samen, maar dat ze beide druk zijn en zich richten op hun eigen doelen. Sprinten en muziek maken. Ze sluit af met Still Driving Our Own Cars. Met die laatste opmerking gaat de atlete in op berichten dat ze in de auto van Nicky Romero zou rijden. Daphne Schippers had gisteren trouwens nog een leuk feestje. Ze werd voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot sportster van de stad Utrecht. En dan krijgt u van mij tenslotte nog het weer. In de loop van de dag wordt de bewolking dikker. Later in de middag is er kans op wat lichte regen of natte sneeuw. De wind is matig en het wordt 4 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er eerst nog wat natte sneeuw. De temperatuur is vannacht rond het vriespunt. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur dan zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Graag tot dan!